Welkom! Polsoefeningen, strekkers en buigers. Laten we starten met een voorarm polsstretch. Strek je arm voor je uit, palm naar buiten, vingers naar de vloer gericht. En trek je vingers richting je onderarm. Hou vast en wissel van arm. Pijn voorkomen en verminderen in het polsgevricht. en onderarmspieren rekken. Polsklachten gaan veelal gepaard met een beperking van bewegingsvrijheid. Hou vast. Polsen strekken en verlengen. Handruggen tegen elkaar, vingers naar onder gericht, terwijl de onderarmen horizontaal blijven. En lift omhoog en omlaag. Herhaal de op- en neergaande beweging van je handen, maar druk en houd de handruggen goed tegen elkaar. Bewegen vergroot de mobiliteit en gaat stijfheid tegen, en heeft een gunstig effect op polsklachten. Doe zo verder. Vuisten maken en vingers spreiden. Intrekken, knijp. Strek krachtig voor en spreid. Strek en knijp. Herhaal de beweging. Pols en handen versterken en stretchen. Polscirkels. Cirkels maken met je polsen. Een goede oefening om de spieren in je polsen niet alleen sterk, maar ook soepel te houden. Wissel van richting. Omgekeerd krullen, polsen buigen en strekken. Maak vuisten en kantel vanuit je polsen omlaag en omhoog. Omlaag en omhoog. Doe zo verder. Handen in bit houding, vingers omhoog. Houd je handpalmen tegen elkaar gedrukt en schuif gelijk omlaag en terug omhoog. Voer de druk langzaam op en herhaal enkele keren. Polsstrekking. Houd je polsen en handen fit, soepel en krachtig. Mobiliteit is de mate van bewegingsvrijheid. Vermijd polsklachten. Doe regelmatig polsoefeningen. 3-minuten-workout met vele voordelen. Tot de volgende dag!